Beide ploegen staan klaar voor deze bekerwedstrijd. Excelsior tegen AZ onder pittige omstandigheden, want het is inmiddels behoorlijk stevig gaan waaien. Dit gebeurde een minuut of vijf geleden. Niet iedereen op de hoogte van de harde wind en de code geel. Maar dat is dus inmiddels begonnen, dat weerspektakel. Dat schijnt allemaal nog wat erger te worden. Fijn, dat gaan we wel zien. We kijken naar de opstelling van Excelsior, waar Peer Koopmeiners gelijk een basisplaats heeft. Hij wordt voorlopig gehuurd van AZ. En de Kralingers hebben ook een optie tot koop bedongen voor deze middenvelder. Ook een andere keeper, Alblas, vervangt Van Gassel in de goal. Sowieso veel wijzigingen in de helft van Dijkhuizen. Op maar liefst zes posities heeft hij zijn ploeg gewijzigd. En Dijkhuizen was daar open over. Zei ja, voor mij heeft de competitie gewoon prioriteit. We hebben wedstrijden tegen Sparta en Volendam voor de boeg. En vandaar dus zes nieuwe mensen. Bas Nijhuis, 45 jaar, scheidsrechter vandaag zonder VAR. Die is er nog niet in dit stadium van de bekercompetitie. Je zou bijna zeggen, als dat maar goed gaat. Nee, dat is gekheid natuurlijk. Nijhuis, de leidsman met zoveel ervaring in de tas. AZ heeft gekozen voor de sterkste opstelling, want de beker heeft prioriteit. In het seizoen dat het op de kop af 10 jaar geleden is, dat AZ voor het laatste bekertoernooi won. Wil Pascal Jansen die prijs graag toevoegen aan de historie van de Alkmaarders. En dus de sterkste opstelling. Maar Dani de Wit en Kerkes terugkeren na een schorsing. En Odgaard de droomvoorhoede vormt met Pavlidis en Karlsson. Lampo, buitenom, goede versnelling. Bal terugleggen, Garshoes, wie is er aangesloten? De eerste uithaal, rode benen. Van Koopmeiners, verantwoordelijk dus voor de eerste doelpoging van Excelsior. En dan kunnen zij hartelijk om lachen. 1 training in de benen, gelijk in de basis gezet door Dijkhuizen. Sugawara. Karlsson, dan valt hij voor de voeten van Pavlidis. Die kapt nog een keer en krijgt dan een grote kans. Gepakt door Alblas. De vervanger van Van Gassel kan zich vrij vroeg in de wedstrijd dus ook onderscheiden. Beetje rommelige aanloop van deze aanval. Maar daarna doet Pavlidis het natuurlijk heel knap door die bal zo vrij te maken. Oké, dus een langer verblijf in Alkmaar. Pascal Jansen ligt tot 2025 vast. En naast hem Kenneth Goudmijn. Zoon bij de tegenpartij. Karlsson handig, heel handig. Sugawara, Odgaard, die verstapt zich. Dat ziet er lelijk uit. Moet die pijn verbijten, want die aanval liep nog door. Dat is een merkwaardig moment. En aan de andere kant, ja, dit is zo'n moment dus. Hij zet heel veel spelers voor de bal. Garshoes is wel helemaal alleen, echt helemaal alleen. En nu is er pas steun met Goudmijn. Goudmijn, droog schotje. Geen problemen voor Verhulst. Leuke opening deze wedstrijd. AZ veelal de bal. Een echt serieuze kans voor Pavlidis. Ook de omschakelmomenten van Excelsior zijn zeker niet ongevaarlijk. Dit was een handigheidje van Karlsson. Sugawara. Reinders. Odgaard. Odgaard kan natuurlijk geweldig uithalen. En dat laat hij hier zien. Prachtige goal van Odgaard. 13e minuut. 0-1. Je weet het. Hij heeft het veelvuldig al laten zien. Odgaard. Zo'n plofknal heeft hij in de benen. In het hart van de bal geraakt. Kiezelhard geschoten door Odgaard. Die daar een klein beetje ruimte heeft. Aanname is goed. Ligt klaar. En boom. Alblas kansloos. Kerkes. Pavlidis uit de draai. Nou, dan zou het kassa moeten zijn, zou je zeggen. Want er wordt nauwelijks aangepakt, nauwelijks onder druk gezet. Dus ondanks het schot toch geblokt. Horemans. De Wit ertussen. Pavlidis bal vast. Klaas die verrast. En dus weer Excelsior met Lamproel.
Koopmeiners. Markelo. Markelo, dat is niet ongevaarlijk. Zeker niet als de rebound wordt weggegeven en daar de gelijkmaker is. Hij frommelt hem binnen. Zeepert van Obi Verhulst. Garcius profiteert een half uur lang. Werd Excelsior achteruit gedrukt door AZ. Maar één moment voldoende om die achterstand weer weg te poetsen. Met dank aan de AZ-goalie. Even was de druk wat minder. Het schot van Markelo lijkt niet heel ingewikkeld, maar Verhulst lost. En Garcius, hoe die het doet, doet hij het. Maar hij krijgt hem binnen, al vallend. Pas precies 1-1. Seymour. Afgetroefd, Odgaard, daar staat Pavlidis nog helemaal vrij. En dan is het binnenkoppen en staat AZ weer voor via Dani de Wit. Wat een fout wordt er ook aan die kant gemaakt. Afgestraft door het elftal van Pascal Jansen via Dani de Wit. Die daar natuurlijk wel oog voor heeft voor deze situaties. Opbouw van Excelsior, hier is nog weinig aan de hand. Alblas, maar dan gaat het mis. Bij Seymour. Odgaard zit er kort op, loert daar ook op Pavlidis. Instinctief weet hij dat de Wit daar ergens moet zijn. Het is vrij gespeeld door met name de spits van AZ. Of hij moet het gevoeld hebben of ergens gezien hebben in een ooghoek. Maar heel bewust legt hij hem daar voor de goal van Alblas. En de Wit precies op de goede plek. Geweldig assist van Pavlidis. Jacobi, ingeleverd bij Klaasie. Volgende mogelijkheid en keurig binnengeschoven door Karlsson. Zo loopt AZ weg bij Excelsior. Is het 3-1, een minuut of 6 voor rust. Zeer koelbloedig binnengeschoven door Karlsson. Het begint bij dat vrij simpele balverlies eigenlijk. Dan ligt het aan de linkerkant helemaal open. Snijdt Karlsson naar binnen. Taxatiefout van Markelo. Alblas kansloos. En dan is hij heel rustig. Heel zeker vooral in de afronding. Jesper Karlsson, prima doelpunt. 3-1. En dat is een marge die wel past bij het spelbeeld tot nu toe. Waardeloze bal was dat van Seymour. Kerkes, spectaculair. Karlsson blijft hij liggen. De Wit gaat ervoor. De Wit nog een keer. En uiteindelijk Alblas. Vraag is of AZ nog verder wegloopt bij Excelsior. Dat de Kralingers de schade nog enigszins kunnen beperken richting de rust. En dan maar een nieuw plan bedenken. Driewes. Excelsior opende nog wel sterk in de eerste helft. Lukt dat ook in het tweede gedeelte? Nou, is een aardige aanzet in ieder geval daartoe van Driewes. Kan Excelsior er nog iets van maken in het tweede gedeelte van deze bekerwedstrijd? Goudmijn is goed gevoetbald. Garcius zelf dan maar. Ja, Verhulst ongelukkig toch ook weer in het tegenhouden van deze bal. Maar het is wel voldoende in dit geval. Het zag er wat onnatuurlijk uit. Verhulst met een bal die lang onderweg is in de richting van Pavlidis. Die zet even het blok. Karlsson duikt daarop. Er staat blijkbaar geen buitenspel. Nou, dan zou je zeggen is het bingo, maar dat is het niet. De vlag bleef op laag. Uiterst merkwaardig hoe die verdediging van Excelsior zich bij zo'n lange bal laat verrassen. Misschien wel een beetje gedragen door de wind, de stevige wind. Hij anticipeert als beste uiteindelijk Karlsson. Maar verzuimt er 4-1 van te maken. En bijna schrijft Verhulst. Nou, Zeepert ook een assist bij. Goeie redding zeg van Alblas. Prachtig keeperswerk. Klaasie. Ziet Karlsson links vertrekken. Goed gezien. Goede bal ook van Klaasie. Misschien net even wat te scherp en te hard. Wat is er doorgekund? Karlsson. Met enig fortuin langs Markelo. Karlsson buitenkantje. Lossen moet Alblas. Dan is die kans natuurlijk nog niet verkeken. Nu wel.
Ziet de scherpers, was het een schitterend assist geweest van Karlsson. Dit liep uiteindelijk Spaak. Van Brederode. Reinders wijst, bedient ook. Alblas is uit zijn goal. Ook dat is knap gedaan zeg. Wat een schitterende goal van Pavlidis voor de 4-1. Er is helemaal geen ruimte voor wat hij daar bedenkt en vooral uitvoert. Maar blijkbaar toch. Dat is nog even een mooi hoogtepunt in de slotfase van de wedstrijd. Van de voeten van Pavlidis. Eigenlijk geen kant meer op kan als Alblas de boel geneutraliseerd lijkt te hebben. Maar dan is er nog Pavlidis die tovert. Die tovert uiteindelijk de 4-1 tevoorschijn. Goeie bal weer naar Pavlidis. Pavlidis, stiftje deze keer maar naast. Fraaie steekpaas van Reinders. Hij loert nog op meer doelpunten. Excelsior verslapt. Lichaamsschijnbeweging is hij weg van zijn tegenstander. Goede loopactie van Pavlidis. Op waarde geschat door Reinders. Maar geen 5-1. AZ wint met overtuiging van Excelsior. Met name de eerste helft. Die mocht recht zijn van de helft van Pascal Jansen. Geen moment had Excelsior het idee dat er iets te halen viel in het eigen stadion.